gelijk is met de eindexamen van de Rietveld en van Sint-Lucas in Brussel. En de bakkergrond kwam eigenlijk naar de Rietveld toe om naar jou eigenlijk. Met de mogelijkheid voor een tentoonstelling. En eigenlijk is het concept geboren uit noodzaak. Want dit is eindexamenwerk, maar het echte eindexamenwerk staat natuurlijk op de eindexamen tentoonstelling. En dit is allemaal documentatie, kopieën, processen. Ja. Ga zo verder, alles behalve het echte werk. Ja. Maar wel veel interessant. Ja, nou, dus, we hebben eigenlijk... De bakkergrond kwam naar ons toe met een bepaalde periode dat de tentoonstelling kwam. Maar dat was echt een week later, na de eindexamen tentoonstelling. Kon natuurlijk niemand meer nieuw werk maken. We dachten, shit, moet uitgesteld worden. En ja, op een gegeven moment dachten we, maar laten we het juist niet iets als iets negatiefs zien. Dat het bijna gelijk is, maar eigenlijk als een uitgangspunt. En zo zijn we op het idee om een tentoonstelling rond de documentatie en kopie te maken. Ik ben Jasper Koppes. En ik studeer af op de Gerrit Rietveld Academie, Beeldende Kunst. En ik heb hier in de brakke grond deze installatie gemaakt. Het is eigenlijk een geluidsinstallatie. In een, laten we zeggen, een ruimtelijke context die ik zelf heb vormgegeven. Ja, ik ben eigenlijk voor deze tentoonstelling heel erg geïnteresseerd geweest in het maken van een document van de deelnemers, ook van deze tentoonstelling. Dus ik heb op verschillende manieren gewerkt en eigenlijk was een van de beginfases was het doen van een interview met alle participanten. En dat die interviews zijn opgenomen op een audiorecorder en die heb ik delen uit geselecteerd en die hebben een plek gekregen in deze ruimtelijke installatie. En andere delen heb ik samen met de vormgeefster van de catalogus een plek gegeven in de catalogus. En het zijn eigenlijk uit hetzelfde interview twee verschillende uitwerkingen, zeg maar. En twee verschillende aspecten van de informatie die de kunstenaars hebben blootgegeven in het interview, zeg maar. En ik heb dit project eigenlijk opgezet om de Vlaams-Nederlandse samenwerking voor beeldend kunstenaars wat in te intensiveren. We presenteren hier vaak Vlaamse kunstenaars, maar we willen toch ook heel vaak de combinatie met Nederlandse kunstenaars opzoeken, zodat we niet alleen maar op een eilandje opereren, maar ook de dialoog aangaan met wat hier leeft, wat leeft er in Vlaanderen en wat kan men van elkaar leren, inspireren of wat dan ook. Een beetje flirten met elkaars codes van werken. En wat er zo bijzonder aan is dat juist twee opleidingen aan elkaar gecombineerd worden. En de ervaringen van hoe werkt zoiets in Brussel. Brussel is toch een hele complexe stad waarin je te maken hebt met een aantal taalgebieden. Het is natuurlijk Waals en Vlaams en dat heeft een hele internationale context. En de situatie in Amsterdam. Dus het heeft ook gewoon te maken met achtergronden en internationale connecties, maar ook heel erg hoe onderwijssystemen georganiseerd zijn. In de Rietveld wordt men veel meer vrijgelaten om buiten alle disciplines te werken. En dus Lucas merkte men toch wel, naarmate men hier in gesprek kwam, is het toch wat moeilijker en ben je toch wel meer discipline gebonden om af te studeren. Dus het gesprek over hoe positioneer je als kunstenaar en hoe gaan we dan daarom in Vlaanderen mee om en in Nederland, dat was een heel interessante dialoog om binnen deze samenwerking te volgen. Dus het leuke is dat kunstenaars niet alleen hun eigen presentatie hier maken, maar ook met elkaar aan de slag gaan. En ik zag Vlaamse kunstenaars nu vanmiddag op de opening bij de Rietveld. Dat vond ik heel tof dat ze daar ook naartoe zijn gegaan. En ik hoorde de Rietveld-studenten ook zeggen dat ze weer naar Brussel toe gaan. Dus in die zin denk ik, het is op hele kleine schaal, maar toch maak je iets kenbaar aan mensen die daar normaal nooit uit zichzelf naartoe zouden gaan of mee zouden samenwerken.